Oké, nou vandaag gaan we van deze toiletrol gaan we dus een kabouter maken. Hoe gaan we dat doen? Eerst maar eens even het witte blaadje. Ik heb hier nog inpakpapier en ik heb dit blaadje nog, maar we gaan nou dit blaadje eens even pakken. Even kijken, het zal ongeveer de helft van het blaadje, je kunt het ook zo even doen. Zo, hopsakee, dat is meteen het midden. Dan kun je dat fijn knippen. Hopsakee. En dan rol je deze even aan de kant. Dan rol je deze, rol je hier zo in. Omheen. Dan kun je dus dat vastzetten eerst met een soort van plakbandje, maar je kunt het ook omvouwen. Dan heb je eigenlijk helemaal geen plakbandje nodig, zie je? Nu gaan we de kabouter eens even een mooi pakje aantrekken. Hoe lang zal dat zijn? Dat is ongeveer hier zoiets zal het zijn, zo. Vouw ik het eerst weer eens. Zodat je weer een lijn krijgt. Knip je die uit. Zo. Dit weer even aan de kant. Plaats maken. Zo. Dan kun je wel even met een stukje tape. Of anders met deze ook nog even vastmaken. Het maakt niet zoveel uit wat je hebt. Kijk, je kunt ook nog, om het af te maken ook nog even zo doen. Zo. Hopsakee. Zo. Maar ja, je kunt dus ook, zeg maar met deze nog even doen. Zo. Hoppakee. Nou, dan hebben we dus al twee kleuren van de kabouter. Wat gaan we nu doen? We gaan nu de muts maken, de puntmuts. Daarvoor heb je een kommetje nodig. Dat kommetje, dat heb je alleen maar nodig om hier een mooie cirkel te maken. Die mooie cirkel, die knip je uit. Zo. Dan heb je dus een cirkel. Hoe kom je in het middelste puntje? Dan ga je dat dus dubbel vouwen. Zo. En nog een keer. Precies een kruis. Hoppatee. En dan heb je dus hier het middelpunt. Knip je één lijntje, knip je door tot aan het middelpunt. En hoppatee. Een puntmuts. Voilà. Hopsakee. En die zetten we dan bij de kabouter op het hoofd. Nou ja, nu nog de handen. Hoe kunnen we de handen doen en de voeten? Daarvoor hebben we deze doos. Gewoon, kan van allerlei doos kan het zijn. Die maak je dus open. Hoppatee. Dan heb je meteen een mooi stuk karton om te knippen en te plakken. Hier kan ik de voetjes wel van maken. Zo. En de handjes denk ik ook wel. Het karton kun je dus ook
overal voor gebruiken. Zo. Zal ik dus even grote platvoeten maken. Een hartje. Zo. Dat zijn de voetjes. Zo. Die kunnen we wel weer hiermee vastmaken. Zo. Zo. En zo ook nog deze kant. Zo, de voetjes. Dan de handjes. Die zijn makkelijk. En je plakt ze zo aan de zijkant ook er weer op. Hoppatee. Eén handje. En het andere handje. Oeps. Hoezo heb ik kabouters maar vier vingers? Hm? Kan toch niet? Zou ik deze zeven vijf vingers geven? Maakt trouwens niet uit. Je hebt hem zelf verzonnen, de kabouter. Oh, verkeerd om. Nou ja, boeien. Hoppatee. En voilà. Ja. Nou. Mutsje op. Hoppakee. Het is bijna klaar. We moeten nog een baard maken. Voor de baard hebben we deze. Van die watjes. Je kunt ook bijvoorbeeld stukjes. Nou ja, je kunt ook een stukje van deze maken. Dan heb je ook al een leuke baard. Kun je dat nog een beetje zo. Hopsakee. Styleren. Hopsakee. En je hebt een leuke baard. Maar nu wil ik het eigenlijk even gaan maken met deze. Zo. Dat is wel leuk, hè? Zo. Een schattig kaboutertje. Nou, daar heb ik deze voor nodig. André Hazes op de achtergrond. Even kijken. Zo. Zo. Hier een mondje. Zo. Nu hebben we natuurlijk ook nog de stift. Daar kunnen we dan een neus maken. En oogjes. Daar hebben we de korte klankenkabouter. Daar zit hij dus al. Zal ik hier ook nog wat haartjes maken? Dat is wel leuk, hè? Een watje. Dan blijft misschien die muts ook beter zitten. Zullen we eens even kijken.
wat schattig. Oeps. Oh, wat een schatje. Oké. Dan is het zaak dat het mutsje niet de hele tijd kwijtraakt. Dus wat doe ik? Even een plakbandje aan deze kant. En dan zo. Even aanduwen. Ja. En zo. En dan blijft hij fijn zitten. Zoals jullie zien, hij staat een beetje scheef, maar wel een schattig mannetje. Oké. De korte klankenkabouter heeft natuurlijk ook allemaal korte klanken in zich. Hoe maken we de korte klanken? Nou, dat gaat ook zeker niet moeilijk worden. We schrijven die eerst even, maken we 5 cirkeltjes. Nou zeg, gebruiken we deze dot ervoor. Tenminste, doe ik even. Zo, 1. 2. Oeps. 2. 3. Vier. En 5. Want er zijn 5 korte klanken. Welke korte klanken zijn er ook allemaal weer? De A. De A. De O. De O. De E. De E. De E, de E, de E en de E. De E. De E. Dus de A, de O, de E, de E en de E. Dat is handig. Die gaan we eens even uitknippen. Zo. Veel knippen, maar dat is heel goed voor de motoriek. Okay. Zo. De E. Die kan vast. Hoppakee. E. Dan de E. 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 Hoppatee. De E. De E. De O. Binnen jij. En de laatste. De A. De A. Oké, die kan er ook in. Zegt de kleine klankenkabouter dan. De korte klankenkabouter. Lekker! Dan heb ik dus alle korte klanken in mij zitten. Ik kan ze er ook weer zo uithalen. Maar nu blijven ze er even in. De A.
De O, de E, de E en de E. Dus. Goed gedaan. Tjokka.